u nog een beetje inspiratie wil op deze late donderdagavond, ik hou hier in deze stationsruimte een fantastische inspiratievolle lezing. Maar de luchters. Hoi, ben ik erbij. Hoi! Hallo! Nee, dan moet je dat niet doen. Och, kijk eens. Kom maar lekker binnen hoor. Bewustzijn, daar begint alles mee, of niet? Voordat je iets merkt, voordat leven begint, moet er eerst bewustzijn zijn, anders merk je het niet. Toch? Nou, en toch? Ja. Ja, hè? Nou, dan stel je voor dat dit bewustzijn is. Daar komen opeens allemaal gedachten in. Je kiest niet uit, wel. Wie vindt denken zinnig? Ja, u vindt denken wel zinnig? Op zijn tijd. Op zijn tijd voor de kleine praktische dingen. Bijvoorbeeld? Maar als het over wezenlijke zaken gaat, is het vrijwel nutteloos. Jullie moeten met de trein mee, hè? Wat jammer voor jullie. Dat is mooi, hè? In Marokko, als je daar bijvoorbeeld met de taxi wil, dan ga je gewoon in die taxi zitten. En die taxi vertrekt pas als die vol zit. Dan geef je helemaal over aan wat er maar gebeurt. Die taxi gaat wel eens een keer en hoe laat maakt eigenlijk niet uit. Dat zouden ze eigenlijk in Nederland ook moeten doen. Dan zijn de verwachtingen weg ten opzichte van de trein. En dan kan die ook niet meer te laat komen. Dan zijn gelijk alle vertragingen zijn opgeheven. Alles wat we weten is tweedehands. Het is allemaal een keer verteld, of het is allemaal, het is ergens gelezen. Jij hebt het heet huvuurzap. Oh ja, maar dat is meer een sensatie. Waar je omheen wil lopen. Als je dat hete vuur wat in je is en waar je liever geen aanraking mee hebt, maar onder blijft douwen, dan blijft het hete vuur branden en het komt onder druk te staan. Alles waar druk op uitgeoefend wordt, komt eigenlijk meer in de aandacht en wil ontploffen. Je kan beter dat vuur maar lekker je hoofd achterover doen en dat vuur compleet uit je mond laten branden. Dan gaat vanzelf de energie eruit en is het maar klaar ook. Ik dacht wel eens, ik ga nu alles. Hi! Laat ze toch een piercing dragen, een petje of een staart. Want jongens, wat zijn ze lelijk. Jonge meisjes met een baard. En het meeste nemen we klakkeloos aan. Zelfs wetenschappelijk bewezen, hè? Als iets maar vaak genoeg herhaald wordt, ga je het geloven. Dan moet je je voorstellen dat we in de middeleeuwen, er wisten mensen die dachten dat de aarde plat was. Die dachten dat heksen slecht waren, die moesten op de brand stapel. Ze hadden allemaal gedachten waarvan we nu denken, van ons. Maar dat komt omdat de mensen toen alles klakkeloos aannamen. En dat doen we vandaag nog steeds. We kunnen de eerste oorzaak niet weten. Als je logisch gaat denken, heb je eerst een uitgangspunt. Dat missen we. Waar begint alles? Dat zegt iets van hoe we de dingen moeten zien, niet? Ja. Want die oerknal heeft ook weer een oorzaak. En dan zijn er nog mensen die denken dat ze iets weten. En over wat ze weten, daar vinden ze weer wat van. Ja, er zijn zelfs mensen die op basis daarvan een heel land besturen, politiek. We kunnen niet in de toekomst kijken, dus hoe kunnen we nou eigenlijk weten wat er goed is? Ik stem niet. Ik geef altijd mijn stembiljet aan mijn liefje. Dan zeg ik ze maar wat leuks uit. Het enige wat we kunnen weten, is wat we ervaren. Geloof jij in de vrije wil? Nee. Nee? Nee. Oh, jammer. Wie gelooft er niet in de vrije wil? Ja, natuurlijk wel. Ja, mooi! Dit is 100% vrije wil. Maar er zijn bepaalde dingen die je sturen en die knabbelen er iets vanaf. Moet je kijken, hè?
allemaal van onze vrije wil is afgeknabbeld dan. Dan heb je nog gedachten. Dan heb je nog gevoelens. Dan heb je nog angst of je iets durft of niet. En verlangen. Hoeveel vrije wil blijven daar nog over? We komen tekort, man. Zo komen we tekort. Ja. Je komt over de 100% heen op die manier. Hoi. Hoi. Zo. Hoe is het ermee? Omdat het ontspannende als je niet meer zo gelooft in je eigen wil, dan ben je ook niet zo verantwoordelijk als de hele tijd tegen je is gezegd. De andere kant van het verhaal is dat alle andere mensen ook niet verantwoordelijk zijn. Dus als iemand naar dingen zegt, word ik wel eens heel erg boos. Veel mensen zijn vaak onoprecht en irriteren mateloos. Daar kan ik niet goed tegen. Die mensen trappen op je ziel. Eén heeft zelfs een klap gekregen, want ik ben ontzettend labiel. Eind. Je bent alleen maar raakbaar waar je raakbaar bent. Als iemand je probeert te raken op plekken waar je niet raakbaar bent, word je ook niet geraakt. Dus ieder mens die je irriteert, of waarmee je denkt, die helpt je weer een stukje verder. Dames en heren, door de werkzaamheden Rijkweg en NS snel en soms in plaats van trein. Wil je iets over knuffelen horen? Nou, ik weet niet of u kinderen heeft. Wou je haar versieren? Ja, nou, ik zou je daar... Wacht even. Je hebt chance! Je kan nou de trein instappen vanavond, maar dat betekent dan weer niet dat je lekker gaat neuken, hè? Misschien is dat ook wel de reden dat ze de trein instapt. En ze komt niet terug voor je. Nee. Ontspan maar. Ja. Je kan het gewoon afwachten. Misschien is op het allerlaatste moment dat er iets in jou is. Rennen en je bereikt. Jij vindt er helemaal niks aan, hè? Jij blijft er eigenlijk omdat zij hier zijn. Ja. Voor de rest zit je tijd eigenlijk uit. Je bent als het ware gevangen in vriendschap. Waarom ben je wel? Ja, dat is toch conditionering, denk ik. Dat je bij elkaar moet blijven. Of misschien is het wel lekker veilig en bent bang om alleen op stap te gaan of een rondje te maken over het station. Misschien raak je vrienden wel kwijt. Jij zit hier omdat je koud hebt. En voor de rest draag je wat er nu over je heen gestort wordt. Mooi. Je bent op zoek naar koffie, dan moet je eventjes hier. En jij hebt koffie, hè? Ze hebben hier koffie. Moet je even oppassen, het is hier glad. Ja, oké. En daar staan dure dingen. Ja. Maar daarachter is wel de koffie. Oh, nee. Nou, we weten niks. We willen niks. Vind je het niet ontzettend ontspannend? Ja, heel erg. En dan hebben we nog het stukje dat we niet van dingen houden. En die willen we het liefst weg hebben. Moet je het kwijten, zodat er alleen maar leuke dingen zijn. Nou, moet je nou eens voorstellen? De hele wereld is zwart. Weet je dan nog wat zwart is? Als de hele wereld leuk is, weet je niet meer wat leuk is. Dus wat hebben we nodig? Beetje wit. Ze kunnen niet zonder elkaar. Sterker nog, ze staan niet eens los van elkaar. Hoi, kom wel lekker binnen. Het is hartstikke koud buiten. Jullie durven dat niet zo goed, hè? Ik ben een beetje een enge vent. Dat snap ik wel, hoor. Neem maar hier naar binnen, vleug, op de schouw. Want deze mevrouw heeft een groene sjaal. En deze mevrouw heeft een roze sjaal. En die liggen tegenover elkaar op de kleurencirkel. Jullie zijn complementair. Kennen jullie elkaar al? Misschien moeten jullie eens lekker met elkaar gaan praten. En misschien ontstaat er wel een mooie liefdesgeschiedenis uit. U heeft al een geschiedenis. Ja, die geschiedenis, dat is zijn gewoon maar een stelletje zwevende gedachten. Feit, jouw geschiedenis
is er nu? Wauw, dan leef jij in gisteren. Gisteren en vandaag. Tegelijkertijd. Wauw, joh, ben je niet schizofreen? Nee. Nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Staat u al een beetje open voor die mevrouw? Groot gelijk. Groen is eigenlijk heel licht kwaad. En kwaad is eigenlijk heel donker goed. Dankjewel, heb ik jullie geïnspireerd? Heel erg. We gaan de deur weg. Oh, wauw. Ik zeg altijd maar zo, jullie mogen wel even meeluisteren, ben ik even extra luid. Een draaikolk is een fantastische leraar. Als je in een draaikolk komt, moet je niet tegenspartelen. Want dan word je zo moe dat je niet meer kan zwemmen. Dat verdrink je juist. Maar als je door de draaikolk naar beneden laat voeren, zit aan de onderkant de opening en dan kan je zo langs de draaikolk weer omhoog zwemmen. Moeiteloos. Hoeveel mensen brengen nou hun leven door spartelend in de draaikolk? Niet over nadenken, gewoon doen. Wees toch niet zo geremd. Laat je toch eens lekker gaan. We zijn de hele tijd bang dat ons verhaal slecht afloopt. En op mensniveau is dat gewoon zo. Hoi! Kom jullie even snel binnen, hè? Met die mensenkracht. U vindt het wel lekker fris, hè? Ik vind het wel lekker fris. Het allereerste wat er is waarneming. Alles wat we waarnemen, dat komt in het bewustzijn. Dus alles is in ons. Hoi! Zijn jullie ook op zoek naar koffie? Kan jij aanwijzen waar je mij nou ziet? Ik ben gewoon direct heel zelf wat uit zijn koet zit. Dan hoef je niemand meer te geloven. Dan ga je gewoon af op je directe waarneming. Hoe interessant om alles tegen het licht te houden. Of het eigenlijk allemaal wel klopt wat ze je hebben verteld. Stelletje rat. Maar ze kunnen er ook niks aan doen, ze hebben ook geen vrije wil. We willen af en toe in de film echt wel eens een keer dat iemand goed doodgeschoten wordt. Anders is het toch geen reet dan. Dit was mijn preek.